De pretnoten en carnavalsvereniging De Gaapstokken stonden vrijdag op het veld bij FC Lisse. Ze waren daar bij de wedstrijd van Lisse 1 tegen de Old Boys. En zoals dat gebruikelijk is, waren ze daar niet zonder doel. De carnavalsvereniging De Gaapstokken die is te gast bij FC Lisse vandaag voor het spelen van de benefietwedstrijd. Dat is een opdracht die zij gekregen hebben van het gemeentebestuur bij de overhandiging van de sleutel. We zijn aan het voetballen voor het goede doel Make-A-Wish, een benefietwedstrijd. Dat is een opdracht van de gemeente naar de prins toe en die zijn we nu aan het vervullen. Wordt gevoetbald bij FC Lisse eigenlijk dankzij de gemeente? Ja, de Gaapstokken krijgen altijd bij de overdracht van de sleutel een opdracht. En deze keer luidde de opdracht dat ze een benefietwedstrijd moesten organiseren. Zijn hier voor de benefietwedstrijd voor Make-A-Wish? Is het iets waar FC Lisse zich graag mee verbindt? Ja, FC Lisse die vindt dat een zeer goed doel. En een groot aantal jaar geleden is er ook een bedrag van, dacht ik, rond de 40.000 gulden toen nog opgehaald. Ook met allerlei acties door jeugdleden en andere sponsoren. En FC Lisse draagt gewoon graag een steentje bij aan dit doel. En Make-A-Wish, wat gebeurt daar precies? Make-A-Wish is heet vroeger Doe een Wens. En die doen zieke kinderen nog één dag een sterretje laten maken of willen zijn wat ze willen. Dus prinsesje worden, dagje meelopen met de profvoetballer, alles. En daar halen we geld voor op. Bezoek bij FC Lisse, vindt u van de sfeer? Nou, hartstikke leuk, fantastisch weer. De Boerenblaaskapel staat te spelen, dus het kan niet meer fout gaan, denk ik. Met de Old Boys voetballen voor het goede doel, Make-A-Wish, wat vindt u ervan? Ja, hartstikke goed denk ik. Als je hier op het veld staat en je bent voor een goed doel bezig, maakt niet uit welk doel. Denk dat je goed bezig kan zijn als je daarvoor kan inzetten. Nou ja, altijd. Ja, het is een fantastisch doel. Ik ben hier ook niet zomaar. Een goede vriendin van mijn dochter, die is helaas door kanker getroffen. Daar heeft aan het eind van het vorige jaar heeft de Make-A-Wish Foundation haar een fantastisch cadeau gegeven door haar naar Las Vegas te laten gaan en een concert bij te laten wonen van de band waar ze helemaal fan van is. Dus ik steun het voor 200%. Het is voor het goede doel, voor Make-A-Wish. Hebben ze het juiste doel uitgekozen? Ja, absoluut. Make-A-Wish is een prima doel. Er gaan heel veel kinderen die zo'n fantastische dag krijgen op deze manier beloond worden. Want daar is het geld voor. Tevreden met de carnavalvereniging? Helemaal. Fantastisch. En jullie de benefietwedstrijd is aan de gang. Hoeveel geld hopen jullie op te halen? Nou, we hebben tijdens het carnavalsweekend al zo'n 1163 euro opgehaald. En we proberen vandaag te verdubbelen. Gaat het lukken? Ja, ik denk het wel. Als ze genoeg drinken straks in de kantine en ik ken een hoop oud-voetballers, gaat het lukken. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Na de wedstrijd is er ruim 2200 euro opgehaald.